Het begin van de ellende was op dinsdag 1 juni. Het was tussen 4 en half 5 dat het begon. De brand is buiten begonnen. Ik was er zelf niet bij. Ik zat boven op kantoor. Ik kwam beneden en ik zie mensen in de winkel lopen. En die rennen en ik zeg, wat is er aan de hand? En toen zeiden ze van, nou, er is brand. Ik zeg, brand? Waar? Ja, achter. Dus ik ben gaan kijken. Ja, en toen was het eigenlijk al best wel bezig. En ja, de wind stond verkeerd. Dus wat dat betreft dan hadden we het niet mee zitten natuurlijk. Ja, toen ging het heel hard. En doordat de jongens met pakketten bezig waren om te versturen, er stond al een leverancier om, of een transporteur eigenlijk, om de spullen op te halen. Ja, toen stonden alle deuren stonden eigenlijk open. Dus ja, dan krijg je als het ware een tunneleffect, waardoor het eigenlijk heel snel gaat. Ja, en we zijn weggelopen, we zijn naar voren gegaan. We hebben nog wel proberen te blussen met brandblussen, spullenbakken leeg, water uit het zwembad, maar dat mocht allemaal niet baten. En toen hebben we de magazijndeuren gesloten. Brandweer was gebeld al een paar keer. En toen zijn we naar buiten gegaan, dus ik ben naar boven gegaan. Ik heb de tas gepakt, sleutel gepakt. Bennet heeft nog een computer meegenomen, maar eigenlijk dachten we van, joh, weet je, het is een magazijn. Dus we zijn zo meteen weer terug. Maar ja, dat was het dus niet. Want als je dat geweten had, ja, had je misschien nog andere dingen meegenomen. Maar ja, nu in dit geval niet. Dan is het gewoon hardlopen, iedereen het pand uit. En zorgen dat al je auto's wegkomen. En wachten op de brandweer. En dan? Wat gebeurt er dan in je hoofd? Ja, er gaat heel wat door je heen. Ja. Want het is wel 28 jaar levenswerk wat daar eigenlijk voor je ogen verbrandt. Dus ja, dat is natuurlijk heel bizar. Ja, dan sta je wel met tranen in je ogen en je hebt menig traantje wel gelaten, ja. Maar ja, op dat moment denk je eigenlijk ook van schakelen en we moeten door. Want je ziet wel dat het pand verloren gaat. Dus eigenlijk ben je als ondernemer weer druk bezig om een ander pand in gedachten te hebben. Van dat je denkt van, hé, we moeten schakelen, we moeten verder. Want bij ons is stilzitten geen optie. Dus daar hebben we nooit over nagedacht van, nee, het is gelijk verder. Toen kwam er een oplossing. Ja, uit onverwachte hoek. Dus we zagen dit pand natuurlijk leeg staan. En we zijn er achteraan gegaan. En toen waren we geloof ik al 1 of 2 dagen later hier aan het kijken. En de volgende dag hadden we de sleutel, dus vrijdag konden we erin. Dus dat was wel heel mooi. En toen zijn we begonnen met de voorraden die nog in een ander magazijn staan. Want we zijn ook een pand hebben we gebouwd in Bezep. Dat was officieel nog niet opgeleverd, maar er stonden wel al wel wat voorraden. Maar we hadden ook nog containers tegengehouden. Omdat wij waren net het weekend weg geweest en 1 juli waren we weer begonnen. En toen had Bennet gezegd van, joh, we houden even die containers bezig of tegen en dan doen we hem gewoon na die tijd. Ja. Dus dat was ons eigenlijk geluk. Dus toen hadden we nog wel zwembaden die binnenkwamen. Ja. Er staat al aardig wat hier. Jullie zijn hard aan het werk. Ja, ja. Iedereen zet de schouders eronder. We hebben echt een super team die super gemotiveerd is. En we krijgen van iedereen ontzettend lieve reacties die ons allemaal heel erg steunen en die... Ja, dan beweeg je wel om nog harder te lopen. De bedoeling dat er straks ook nog wel weer sauna's bij komen. Maar het is natuurlijk coronatijd, dus levering is natuurlijk allemaal wat langer. Maar dat is ons niet eerst onze prioriteit. We zeggen als we eerst maar kunnen draaien, we hebben wat zwembaden staan. We hebben warmtepompen, we hebben massagestoelen al staan. Onderhoud voor spa's en dergelijke, oplaadspa's. Dus ja, weet je, onderhand loopt het best wel vol met spullen. Fitnessapparatuur hebben we neergezet. Dus dat mensen kunnen voor allerlei dingen hier gewoon terecht en we kunnen dingen laten zien. Dus van alles is wel weer mogelijk. De naam Rodos is niet weggebrand? Nee. Het pand wel, maar Rodos niet. En dan, weet je, dat hoef ik nu ook niet meer te zien. Dus eerst maar het staal weg en dan alles achter de rug hebben. En dan met frisse moed weer beginnen. Ja. Heel veel succes. Dankjewel.